De relatie tussen mens en dier is altijd heel wonderbaarlijk geweest. Nog intenser is de relatie tussen de hond en zijn of haar familie. Hoe goed is de band tussen je hond en de rest van het gezin? Hoe reageert de hond op een nieuwe baby? En hoe beschermend is de hond naar jonge kinderen? In deze video gaat het precies daarover. De camera nam op wat een hond 's nachts deed toen de baby wakker werd. Bekijk de video en je ziet precies wat er gebeurt tussen deze bijzondere hond en een baby. Fido is de familiehond en heeft een goede band met zijn baasjes. Ook heeft Fido een intense band met de baby van de familie. De trouwe viervoeter gaat altijd met de kleine samen in de kamer wanneer de baby moet gaan slapen om haar te beschermen. Honden hebben een geweldige perceptie. Ze kunnen baby's in de baarmoeder waarnemen. Er zijn in feite veel getuigenissen van nieuwe moeders die tijdens de 9 maanden van de zwangerschap een echte lijfwacht hadden. En de taak eindigt zeker niet bij de geboorte, integendeel. De nachtwebcam heeft beelden opgenomen van Fido, die een beschermende rol inneemt wanneer de baby van de familie midden in de nacht wakker werd. Overdag tijdens het spelen brengt Fido haar speelgoed waarmee ze zich bezig kan houden en wanneer ze begint te huilen loopt hij alle kanten op en geeft hij haar aatjes met zijn poot, totdat het huilen overgaat in lachen. In de nacht, wanneer de baby slaapt, ligt hij naast haar bed. Wanneer ze wakker wordt, is hij dichtbij en altijd daar om haar gerust te stellen. Fido stond gelijk op en likte haar in het gezicht om haar te laten stoppen met huilen. Hij ging zelfs naar de keuken, nam een fles met melk in zijn bek en bracht deze naar de baby, die het toen naar haar mond bracht om te drinken. Toen de baby klaar was met drinken en in slaap viel met de fles op haar borst, pakte de hond de fles weer en bracht deze terug naar de keuken. De moeder zag dit alles, maar greep niet in, alleen om te kijken wat er verder gebeurde. Toen de moeder deze video zag, plaatste ze hem op sociale media en heel veel mensen waren onder de indruk van de relatie die deze hond had met de baby. Ze hadden een hele sterke band met elkaar. Zelfs wanneer de baby een vuile luier had, zat Fido maar rond de moeder te springen totdat ze haar had verschoond. Hij gaat zelfs zo ver dat hij niet eet als hij weet dat de baby nog niet heeft gegeten. Hij neemt zijn beschermende rol tegenover de baby heel serieus. Fido beschouwt zichzelf als een soort oppas, klaar om aan alle behoeften van het kind te voldoen. Overdag, maar vooral ook 's nachts. Onze trouwe viervoeter maakt geen onderscheid tussen soorten. Een menselijke puppy is voor hem alsof deze van zichzelf is en hij beschermt haar tegen alle gevaren en zorgen. Hij wordt zelfs nog alerter als er andere mensen in de buurt van de baby willen komen, behalve als het de moeder of de vader is. Fido is nog steeds een dier met een hoge dosis instinct. Het voeden van de hond-kindrelatie is goed. Maar het is goed dat dit altijd onder toezicht van een volwassene gebeurt. Iemand die klaar staat om in te grijpen in het geval van nood. Zo wordt de veiligheid van beide gegarandeerd. De 4-jarige overleeft 48 uur. De hond redde een meisje dat verdwaalde in het bos. Dit verhaal gaat over een 4-jarig meisje dat 48 uur alleen in het bos heeft overleefd. Ze werd gered door een hond toen ze in het bos was verdwaald. Het verhaal vond plaats op 25 maart in Auburn in Alabama. Evelyn Vady Sides, een 4-jarig meisje, maakte een wandeling met haar babysitter en haar hond Lucy. Plots rende haar trouwe viervoeter weg en Evelyn volgde haar. Helaas, toen de babysitter besefte wat er was gebeurd, was er geen spoor van het meisje meer te bekennen. Een zoektocht naar Evelyn werd onmiddellijk ingezet. Deskundige reddingswerkers werden erbij betrokken, maar niemand kon het kleine meisje vinden. De nachtmerrie van Evelyn en haar bezorgde ouders duurde 2 nachten. 2 lange nachten waarin het meisje alleen in het bos was. Maar in werkelijkheid was Evelyn niet alleen. Bij haar was haar trouwe viervoeter Lucy, die 2 nachten lang over haar waakte en haar beschermde tegen roofdieren en de kou. Toen Lucy de reddingswerkers hoorde naderen, rende ze naar hen toe en verliet ze het meisje even. Toen leidde hij hen naar het kleine meisje. Evelyn heeft geen fysieke gevolgen overgehouden van haar avontuur in het bos. Maar, zoals gezegd, zonder Lucy's hulp was dit avontuur waarschijnlijk anders afgelopen. Een Doberman Pinscher, naam Kaan, redt baby van dodelijke slangaanval. Dit verhaal gaat over een Doberman die Kaan heette en die een baby redde van een dodelijke aanval van een slang. Toen de families Filicic besloot hun huis te openen voor een geadopteerde hond, wisten ze niet wat ze konden verwachten. Een hond te adopteren kan een geweldige en vervullende ervaring zijn. De meeste honden die in het asiel belanden, komen uit huizen waar ze niets anders dan misbruikt en verwaarloosd werden. Om ze een thuis te geven en de liefde die ze hun hele leven hebben gemist, is prachtig.
en veel adoptieouders van huisdieren zijn dankbaar voor de kans om een leven te redden. Helaas is er altijd de kans dat het vorige leven van een asielhond diepe littekens heeft achtergelaten die niet kunnen worden hersteld. Jarenlang misbruik kan van wat ooit een gelukkige, gezonde hond was, een agressief en angstig dier maken. Het leek erop dat Catherine's Felicie's ergste angsten werden gerealiseerd toen ze getuige was van haar doberman die haar dochter van 17 maanden door de tuin gooide. Maar wat zou ervoor hebben gezorgd dat de hond dat deed? Terwijl ze zich haastte om haar dochter te beschermen, besefte Catherine dat de aanval niet helemaal was zoals het leek. De doberman probeerde haar dochter geen pijn te doen. Hij probeerde haar juist te redden. Dus hoe ging een doberman genaamd Kaan van misbruikte, verwaarloosde asielhond naar held? De doberman is oorspronkelijk gefokt als een hond voor persoonlijke bescherming. En ja, ze zijn vaak te zien geweest in Hollywood kaskrakers als schurken en politieaanvalshonden. Maar de waarheid is dat de honden loyale en liefhebbende familiehonden zijn. Catherine wist van het verleden van de hond, maar ondanks het misbruik dat hij heeft geleden, voelde ze zich veilig om Kaan naar huis te brengen. Een huis dat ze deelde met haar man en hun 17 maanden oude dochter Charlotte. Kaan zou tenslotte nu in een liefdevol huis zijn bij een familie die hem waardeerde en voor hem zorgde. Dit zou hem zeker gelukkig genoeg houden om problemen te voorkomen, toch? 4 dagen later was de kleine Charlotte buiten in de tuin aan het spelen, met Kaan naast haar. Tot nu toe ging alles goed met Kaan in huis. Hij leek goed genoeg met Charlotte om te gaan. Maar Catherine maakte zich nog steeds een beetje zorgen en hield ze goed in de gaten. Dus toen ze zag dat Kaan Charlotte die middag wegduwde, maakte ze zich zorgen. Het leek erop dat Kaan agressief werd en in Charlotte's richting blafte. Maar wat ze hierna zag, had Catherine zich nooit kunnen voorstellen. Ze zou het zeker nooit vergeten. Dat zorgt voor een gedenkwaardig hond-red-kind verhaal. Als ik het niet met eigen ogen had gezien, had ik het nooit geloofd, zei Catherine. Kaan concentreerde zich echt en reageerde agressief op Charlotte en bleef haar proberen te stoten, maar het werkte niet. Dus pakte hij haar bij de achterkant van de luier en gooide haar meer dan een meter over zijn schouder, alsof ze een lappenpop was. Doodsbang rende Catherine naar buiten om haar kind te helpen. Charlotte was in shock, maar wat Catherine niet kon begrijpen, was waarom Kaan huilde alsof hij pijn had. Wat was er aan de hand, vroeg ze zich af. Toen zag ze het, een bruine slang die door het gras glijdt. De scène die ze vanuit het raam zag, zag er opeens heel anders uit. Kaan blafte niet naar Charlotte, hij blafte naar de slang. Kaan probeerde Charlotte geen pijn te doen. De doberman beschermde de baby. Dit was ook geen gewone tuinslang. Het bruine reptiel was een mulgasslang, beter bekend als de King Brown slang. De King Brown heeft de grootste geregistreerde gifproductie van alle slangen ter wereld en kan 150 milligram gif afgeven in slechts 1 hap. Ook staan ze erom bekend woest te bijten. Vele King Browns houden vast aan hun prooi en kauwen terwijl ze gif injecteren. King Browns gif bevat mycotoxinen, die rode bloedcellen vernietigen en bijna onmiddellijk verlamming en uiteindelijk de dood veroorzaken. Toen de slang naar Charlotte begon te sissen, greep Kaan snel in. Hij blafte woest en probeerde de slang af te schrikken, maar deze ging niet achteruit. Kaan voelde dat Charlotte in de problemen zat, dus pakte hij haar op en gooide haar uit de gevarenzone. De heroïsche hond redde het meisje van de slang. Kaan was echter niet snel genoeg. Hoewel Kaan Charlotte in veiligheid kon brengen, zag de slang een kans en had hij zijn tanden in Kaans voorpoot gezet. Toen Catherine eenmaal buiten was aangekomen en het gebied had beveiligd, rende Kaan het huis binnen en stortte in. Het gif dat door zijn aderen stroomde had hem al verlamd. Binnen enkele minuten worstelde hij zelfs om adem te halen. King Brown is een van de dodelijkste slangen in Australië en veroorzaakt meer doden dan welke andere slang op het continent dan ook. Catherine wist dat ze snel moest handelen om Kaan in leven te houden. Ze bracht Kaan met spoed naar een plaatselijke kliniek en bad dat ze niet te laat zou zijn. De doberman kreeg een levensreddende injectie met antigif. Het zou een zware nacht worden, maar Kaan kwam er doorheen. Kaan liet iedereen zien hoe sterk hij kon zijn. De volgende ochtend genoot hij van een lekker groot ontbijt in het dierenziekenhuis. En wie kan hem de schuld geven? De dag redden kan de eetlust van de held opwekken. Hij verdiende inderdaad een heel goed ontbijt. De families Felicis zou hoe dan ook van Kaan hebben gehouden, maar nadat hij het leven van de kleine Charlotte had gered, was de familie hem heel veel dank verschuldigd. En wat doet de held nu? Kaan is weer thuis en heeft een heel goed leven met zijn gezin. Hij en Charlotte zijn de beste vrienden en ze gaat altijd heel graag met hem naar buiten om te ravotten in de tuin. Kaan heeft een liefhebbend gezin dat altijd bereid is om hem te overladen met knuffels en kusjes. En echt, dat is alles wat een hond zich kan wensen. Dit was dan onze video over honden die een held zijn geweest. Op een of andere manier hebben ze ervoor kunnen zorgen dat het kind in de familie altijd veilig was, waar het zich ook mocht bevinden, of het nou in bed was of verdwaald in het bos.
Ze zouden het kind zelfs beschermen tegen een giftige slang. Wat vond jij van deze verhalen en welke heeft je het meest aangesproken? Laat je mening en je antwoord achter in de comments. Vergeet ook niet om te liken, te abonneren en op het belletje te klikken om als eerste een notificatie te krijgen zodra wij weer een nieuwe video uploaden.